Hey jongens, je bent weer Dennis, a.k.a. Denniske. En vandaag hebben we voor jullie wat live Monopoly 3 en vandaag is Infected op Bakara, Bakara mijn favoriete map Monopoly 3 en het is Knife vs. Paper 90. En uh, laatst heb ik een keertje Infected geüpload en mensen vonden dat leuk. En toen kreeg ik een keer een comment van Dennis: Misschien moet je hier een serie over maken. En daar heb ik eens goed over na zitten denken. En misschien ga ik dat nog wel eens doen. Misschien ga ik hier een serie over maken en dan uh, bijvoorbeeld Road to Life uh, Infected Moab. Alleen voordat ik dat doe, wil ik wel op deze video 500 likes. Dat is eigenlijk de enige voorwaarde. En uh, mocht dat lukken, dan doe ik dat wel. Mocht het niet lukken, dan doe ik het gewoon niet heel simpel. En uh, alsjeblieft zeg niet dat ik effecten doe. Alsjeblieft niet. Oh, thanks, thanks god. Oké, okay, maar um, ja, dat is eigenlijk het enige wat ik jullie vraag. Want ik bedoel, ja, ik heb toch, um, heb ik 11 of 2... Volgens uh, mij 12.000 abonnees of 11.000. Ik weet het niet meer. Volgens mij 11.000 nog wat. En, en um, ja, dan mag ik toch eigenlijk wel 500 likes vragen. Ik bedoel, Mij boeit het niet al krijgen. 300 zo. Maar nou even voor dit. Vraag gewoon even om 500. Want toevallig mijn laatste paar video's kreeg je niet eens met 200 likes. En uh, dat vond ik een beetje jammer. Dus um, ja, we gaan het gewoon proberen, jongens. We zien waar we over hebben komen. Lukt het niet? Ja, dan is het jammer. <laughs> kan ik ook niks aan doen. En waar zijn de enemies? Het is veel te stil. Ik vind het een leuke map, maar. Het is toch wel uh, heel erg uh, doodstil. Hoeveel mensen zijn er infected? Oh, tweede kan ik zien, trouwens. Boven het ding. Oh, oh daar zit van ons. Het staat 15-3. Dus nou zijn er drie mensen infected, dus. Pas voor mijn rug, dan zit altijd achter me. Oh, deze keer was gelijk geliefd. <laughs> Zou ik ook doen hoor. In ieder geval, wel als ik gelijk bij het begin uh, infect word. Dan, uh, en dan bedoel ik. gekozen worden. Dat bedoel ik niet, maar als ik bijvoorbeeld um, langs iemand sta die gekozen wordt en gelijk wordt. Dat vind ik zo bad, daar kan ik echt niet tegen. Als je zelf gekozen wordt, nou ja. Jammer dan. Waar zitten die mensen? Ik heb nog echt helemaal niemand gezien. Ja, zo zal het hem nooit worden. Dan zijn zo die drie minuten voorbij en dan uh, afgelopen. Zo is de serie ook sowieso niet heel veel aan Ik heb er geen enemy gezien Jezus <laughs> Ik Zo Niet dat ik er heel veel van heb, want uh, de is Er rennen ze dwars erheen. Yep, we hebben de eerste kill Die hebben we binnen, ik hoor attack tag insert Oh jongen Damn Kom maar die mensen vandaan? Net zag ik helemaal niemand en dan is ze er allemaal Misschien moet ik hier maar niet gaan staan Ik denk dat ze mij allemaal willen killen nou er zit wel iets. Oh, daar ligt een tech in. Gatje. Gotcha. Hier, iemand. Hallo. Ja, yep, daar sta jij. Ik denk, hij zal me nou toch niet uh, troon uit op mijn kop weggooien. gooien. Oh, crap. Waar is dat ding? Je hoort het ding echt zo dichtbij, maar je ziet hem niet. Gewoon doorrijden. Ik durf niet om te kijken. Zo, Gewoon erop schieten. Maar niet uit, want ze kunnen hem niet cancelen. Dat kan alleen een Black Ops. Dat vind ik echt nog steeds iets stoms. Hoezo kun je die dingen cancelen? Ze zijn super OP als je ze bij iemand in de span legt. Maar er moet gewoon een, een minpunt aan zitten. En dat is gewoon dat je dus niet kan cancelen, vind ik. En een random claim al fantastisch. <laughs> 9 0. Zal het dan toch dat gelijk bij de eerste episode ze mo-ops halen? Nee, dat lukt nooit. Ik ga altijd rond de 15 dood of zo. Zelfs misschien nou al eerder. Hier zegt dat we enemies rennen. Maar misschien kijk ik als ik achteraan ga rennen. Maar ik wil enemies zien natuurlijk. Het moet wel een beetje. Actievol zijn. En zal ik daar gewoon afwachten. De, de Mensen die. Die gaan toch altijd dood? Die effect wait, wait for it. Ik weet als ik er langs loop, denk ik ja, laat maar weet je wel. Dat dan gelijk op dat moment er iemand spant. Ik durf gewoon niet daar weg te lopen. Ik ga hem ook niet cancelen. Daar rent iemand, dat weet ik. Waar is Kill? Kom. Ik loop gewoon door. Ik ga gewoon naar die ene toe deze. Yeah! Ik schoot wel alles mis, maar ik moet hem gewoon hebben. Ik denk, ik blijf hier gewoon een beetje in de buurt. Maar ja, zo dan net zie je natuurlijk dat het precies omgedraaid is dat ze mij juist killen. Omdat ik dan net de andere kant op kijk en dan spawn ze. Oh, daar staat hij van denk ik dan. En dan heel niks. Oh, ik dacht even dat ik tegen het Ali dat was een paal. Hm. Het is nog steeds zo, zo stil. Oh, jongen, gek. Gaan allemaal... Nee, ze zijn allemaal dood. Dat is niet gunstig. Holy fuck. Oh, we hebben nog maar één minuut voor, uh, voor 14 kills. Het kan wel, want het is effected. Dus als er heel veel mensen effected zijn, is dat vrij mogelijk. Vrij mogelijk is dat eigenlijk een woord. <laughs> Ik weet het niet eens. Oké, okay, we hebben er twee. We hebben er wel meer. Holy fuck. Holy fuck. Holy fuck. Nee! 18, ik wist gewoon niet meer waar ik moest kijken. Nee! Ik was niet de laatste. Ja jongens, ik wist niet meer waar ik moest kijken. Ik zat toen naar die. Uh, die ene tag in te kijken. Ik denk, nee, dat zal er niet, dat daar ook iemand komt. 18-1. Nou ja, het is best om hem gefaald te hebben, anders was het gelijk bij de eerste episode afgelopen. Fuck dat. Als zij niks doen, doe ik het wel. Geniaal. Maar in ieder geval, um, ja, ik zou zeggen, laat achter in de comments wat jullie het leuk vinden. Ah, oh, hij staat hier zeker. Oh nee, ik denk misschien staat hij daar te campen. Dat kan hè. Maar uh, ja, 19-1. Ja, goede eerste poging volgens mij. Ik hoop dat jullie het je leuk vonden. Ik weet niet of het, uh, de video lang is, zo. Maar, um, oh. Hij was, oh, hij was... We hebben verloren. Damn, we hebben verloren, dat stond gewoon niet In ieder geval, uh, ja, ik weet niet hoe lang zulke, uh, zulke video's zijn. Ik hoop dat deze niet al te lang is, want het is vrij laat. Vanmiddag zijn er allemaal verbouwingen bij ons geweest voor in de keuken. Waardoor ik vanmiddag niks kon uh, recorden via het geluid zoveel last. Voor de rest heb ik ook even zonder stroom gezeten. Dus um, ja, ik hoop dat ik deze video vandaag nog geüpload krijg. Uh, ja, laat in de comments achter of je het leuk vindt, dit idee. En uh, als je het leuk vindt, geef alsjeblieft deze video gewoon zoveel mogelijk likes. Echt serieus jongens. Als jullie helemaal gewoon samenwerken, 500 likes... Dan ga ik gewoon verder met deze serie. En zo niet, ja dan, um, ja, helaas. Dat wil niet zeggen dat ik natuurlijk nooit meer Infected ga uploaden. Maar in ieder geval dan ga ik die serie in ieder geval niet uh, wekelijks doen ofzo. Of weet ik veel wat. Dus, um, ja, ik zie het wel. En uh, tot de volgende keer. Hè? Houdoe.